Heyo, het is weer weekend en dat betekent dat het tijd is voor Goeie Frag, ons wekelijkse videoformat waarin wij een vraag uit de community gaan beantwoorden. Vorige week hadden we het bijvoorbeeld over onze meest hilarische NPC's. Nu gaan we het hebben over een iets dieper onderwerp, een beetje inspiratie opdoen. We kregen namelijk een vraag binnen via YouTube van FTV Games NL. Rolt zo van de tong, heerlijk, ga door met dat kanaal. Maar zijn vraag was, wat is nou de meest diepzinnige of inspiratievolle quote die je uit een game hebt. Dus without further ado, welke citaten hebben ons het meest geïnspireerd? Chill, eindelijk een goede frag die ik echt super makkelijk vond. Al gelijk, ik zei tegen Tom gelijk, bam, echt super chill, een makkelijke goede frag. Want de tofste of meest iconische of meest ontroerende quote, ja, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Een game uit 2008, die heb ik echt in 2 weken gewoon bam, keihard uitgespeeld. En die game heeft zoveel iconische quotes. Ik ga mijn telefoon er even bij pakken. Onder andere, I'm no hero. Never was. I'm just an old killer. Hired to do something. Ja, dat is gewoon fucking vette quote. En ook bijvoorbeeld als Adekan Snake opbelt van, yo, je moet de disc swappen, want we leven in PlayStation 1 tijdperk. En toen heeft Snake zoiets van, nee, ik zie geen disc swap switch ding. Zegt hij van, oh nee, we zitten op de PlayStation 3, dat hoeft niet meer. Het is een Blu-ray, dual layered. Wauw, in wat voor geweldige tijd leven we. Dat is echt, dat zijn dan ook wel weer de subtiele grapjes van Metal Gear Solid. Maar de meest iconische quote uit Metal Gear Solid 4 is, als Snake vertelt over war has changed. Het is een lange quote, echt van 2-3 minuten, dus we gaan hem niet helemaal afspelen. Ja, the war has changed quote is denk ik wel de meest memorabele quote van games die me zijn bijgebleven. Heel veel games hebben toffe quotes, heel veel NPC dingen ook, maar ja, die game die zit zo stevig nog in mijn hoofd, dat is echt zo'n geweldige ervaring geweest. Met zoveel diepgang en geweldige dialogen en ja, ik weet niet, die game die heeft me echt veel met mij gedaan. En ik heb hem jaren later nog proberen te spelen. En toen dacht ik wel van, oeh, het is wel iets een klap in mijn gezicht. Dus die nostalgie, voor zover je 2008 nostalgie kan noemen, moet er wel een beetje in blijven. Dus ja, de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots quotes zijn toch wel de meest iconische die ik me kan herinneren. Ja, dat is op zich best wel een goede vraag. Naar de meest diepzinnige uitspraken en citaten en zo. Ik moest meteen weer denken aan een eerdere goede vraag die we hebben opgenomen. Dat we het hadden over met welke, zeg maar, characters uit games we een babbel zouden willen maken. Zeg maar, goed pilsje willen drinken aan de bar. En ik denk dat het antwoord ook wel weer een beetje hetzelfde wordt. Want ja, dat zat toch een beetje in hetzelfde verlengde. Want ik wou sowieso al drinken met iemand die een beetje diepzinnig is. Dus dat kan 2 kanten op gaan. En dat heb ik toen ook al besproken. Dus het was ofwel Parthenax uit Skyrim, zeg maar de grote wijze draak die is ingesproken door Charles Martinet, die ook Super Mario is, en Luigi, en Wario, en alles. Maar goed, ongeacht van dat hele leuke imago wat hij daar heeft, is hij natuurlijk een super wijze draak in Skyrim. Dus dat was een beetje de runner-up, want uiteindelijk, als ik nou die quotes weer teruglees, heb ik zoiets van, ja, gaat wel. Hij lijkt heel diepzinnig, maar dat valt eigenlijk ook wel weer reuze mee. Dus daarom is mijn antwoord alsnog hetzelfde als bij die andere goede frag. En het is Zenyatta uit Overwatch. Hij heeft echt super vette quotes. Niet heel specifiek eentje of zo, maar hij heeft gewoon een array aan super quasi diepzinnige zen-uitspraken en daar kan ik me gewoon helemaal in vinden. Niet voor niets is ook, als je ons volgt op Twitch, is het geluid wat je hoort is ook een zin van Zenyatta. Want dat heb ik zo ingesteld, want ik ben heel egocentrisch. Maar nee, gewoon dingen, weet je wel, be one with the universe. No snowflake ever falls in the wrong place. You are your only true enemy. Er zijn allerlei van die dingen die hij dan zegt en dan telkens als hij het zegt, dan denk ik van, ah, ja. Hit me up met die wijsheden, Zenyatta. All become one with the universe. The greatest enemy is that which lies within. The outcome is not preordained. Sowieso, Blizzard, maak nog een animated short van die guy. En, I don't know, maak een audioboek met zijn stem. Gewoon, hij mag allerlei gekke zen-boeddhistische Dalai Lama citaten inspreken en draag me weg, dat is gewoon de shit, man. Dus ja, diepzinnige citaten, dan ga ik naar Zenyatta toe.
Voor mijn favoriete quote neem ik jullie graag mee naar de jaren 90. Dus doe allemaal je radical brilletjes op. En leef je in een tijdperk waarin stemacteerwerk net een ding is. Dus je kan je voorstellen dat klinkt voor geen meter. We gaan naar een game die begint als de opening van de game begint als het einde van een andere game. Dus je speelt als een personage, je loopt als het ware naar de final boss van een vorige game toe. En er opent zich een dialoog die is zo iconisch dat het duizenden internet memes heeft gespawnd. Ik heb het over Castlevania Symphony of the Night en de What is a man? Quote. Iedereen die Castlevania Symphony of the Night heeft gespeeld, weet dat die quote is. Weet dat die quote eraan komt als je het weer speelt. En eigenlijk heb je niet heel veel reden meer om daarna verder te spelen. Ik bedoel, het is best wel een vette game en zo. Maar als je eenmaal die quote gehoord hebt, dan weet je al van oké, we zijn klaar. Hier valt niet meer aan te toppen. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Die quote heeft zoveel memes gespawned dat, net zoals een andere bekende quote van All your base are belong to us, in het gouden tijdperk van de YouTube poops en ja, noem het maar op. Alle online memes zijn vast nog wel terug te vinden op YouTube. Mijn favoriete quote is daarom, what is a man? Ja, het was misschien een wat iets kortere aflevering dan normaal. We hadden niet zoveel redactie verleden over de vloer en Peter is nog steeds op vakantie en zo. Dus ja, dat kan gebeuren. Maar dat maakt niet uit. Dit waren in ieder geval een aantal van de quotes die ons wisten te inspireren. Die een beetje diepzinnig waren. Dat we dachten, oh, hey, wauw, ik heb iets opgestoken van een game. Gebeurt niet zo heel vaak, maar goed, daar heb je het. Heb je zelf nou ook een hele inspiratievolle quote? Al komt het uit Pokémon, al komt het uit Minecraft, het maakt me allemaal niet uit. Vertel het ons in de comments hieronder. En natuurlijk, zoals altijd, we zoeken voor volgende week weer een nieuwe goede frag. Dus je mag twee dingen doen. Je mag zelf laten horen van welke quote jij het vetst vond. En natuurlijk, als je een leuke persoonlijke vraag hebt over iets in de games, drop hem hieronder en dan gaan wij misschien volgende week wel behandelen. Dat was het weer voor deze week. Goeie frag out. Tom out. Tot snel weer op gamerset.nl. En check ook vooral al onze andere video's en reviews en previews en nieuws en trailers. We doen alles, hè. We doen alles. Voor jou. Speciaal voor jou. Niet speciaal voor jou, maar... Ja, wel voor jou.